De tv-optredens van Gordon zijn de laatste tijd letterlijk om te huilen. In elk geval voor hemzelf. Hij was laatst al in tranen tijdens zijn fel bekritiseerde comeback-interview met Bo van Erve Dorens en op zaterdagavond maakt hij zijn emotionele opwachting in het programma Verborgen Verleden. Ook daarin rollen de tranen over zijn wangen. Het programma duikt in zijn stamboom en dat maakt Gordon emotioneel. Ene Martin Heukerot blijkt in 1860 namelijk een muzikaal gezin te hebben gehad met acht zonen. Ik vind dit echt begint Gordon. De stamboom spitter daarop ongelooflijk, hè? Het was een supermuzikale familie en ze traden dus ook samen op. Dan begint Gordon te huilen. Het raakt me vooral omdat ik erachter kom dat ik supermuzikale voorouders heb, die ook gewoon heel bekend zijn geweest in die 19e eeuw. Zelf weet Gordon ook niet waarom hij daar zo emo over wordt. Ik weet niet waar dit vandaan komt. De stamboomspitter, misschien omdat je hier ook ziet waar jouw musicaliteit voor een deel ook vandaan komt. Het zit echt in je familie. Gordon is nu trots op zijn achternaam, laat hij weten. Die heukerat, die naam, ik vond dat altijd zo vreselijk. Ik werd er vroeger heel veel mee gepest, maar nu ben ik trots, sinds eigenlijk vandaag. Echt trots dat ik Heukerot heet. Wow. Het valt op dat Gordon tijdens dit tv-optreden weer zijn oude haar heeft, dus het is erg lang geleden opgenomen, merkt Bart Ettenkoven op in shownieuws. Het is wel de oude Gordon, dus zonder pony. Ik ben benieuwd wat hij hier allemaal weer op krijgt qua kritiek en mening, want het interview met Bo is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hopelijk valt het ditmaal mee, al dus Bart. Ik hoop het, want dat laatste interview heeft zo slecht voor hem uitgepakt. En Gordon kennende vindt hij dat altijd wel lastig als hij kritiek krijgt op interviews, dus ik ben benieuwd wat dit gaat brengen.